ek is nou dan tyd om die pad te vat. Maar ons vriendelike mense gewees, joh, ons het al een fantastische afscheid gehad hier in die Suid-Kaap. Maar nou is het tyd ons die pad vat. Eers Bredasdorp, dan Malgas, dan Heidelberg. En dan kyk ons hoe ver kom ons vandag. 20.000 kilos om te gaan. 20.000. Nee, wat ek denk, daar is nog net 19.998 oor. Ja. Dit is die eerste been van ons reis. Vanaf Agallas, Struisbaai en Waarnhuiskrans kan ons net noord. Dit is prachtige landskappe, vooral aan die einde van die winter, als het goed gereën het. Aan die rechterkant na die volstruise. Ja, ek wil net kyk, ek dink my GPS sê Malgas, ek sal nou kyk. Ja, maar ek sê ons hier Malgas properties. Malgas of Malgas, dis waar ons die brede rivier moet kruis. Dit is ook die eerste van my hierdie hoor. Dit is prachtig. Ja. Hoe leer mens 20.000 kilometer af? Jy begin met die eerste tree, die eerste kilometer. Ons eerste been is van Agallas na Heidelberg. Dan met die N2 richting Port Elizabeth. Daar draai ons noord, op die N7 richting Cradock. Ons het een nieuwe spanlid, een wat langlaas saamgereis het. Ons het splinternieuwe voertuie. Party mense praat van die teerpad optie. Maar Afrika het nie net teerpad opties nie. Dis die manne, die voertuie, die toerusting, reg vir die volgende 3 maande, waag ons dalk met te veel onbekendes? Ons eerste mikpunt is Lesotho met die indrukwekkende Sani-pas. Maar daarna is dit see toe, Mosambiek toe. Voor ons wil gaan tiervis vang op die massiewe Kahora Bassa-dam. En dan in Zambia die plek besoek waar David Livingstone gesterf het. Een vaart op die bykans eeuwoue MV Lihemba op die Tanganyika meer was nog altijd een voetspore droom. Die volksmoord in Rwanda, meer van een nare nachtmerrie. Ons wil die Ewenaar kruis en dan berg Kenia gaan klim. Dis die tweede hoogste op die continent. Verder noord is die reis na die Turkana meer waar Richard Leakey sy archeologische skatte opgegrawe het. Meer onlangse geschiedenis is in Ethiopië, die land waar die Ark van die Verbond blijkbaar voor reeds meer dan 2000 jaar lang bewaar word. Die Nubiese woestijn in Sudan het sy eie barre bekoring. Meer nog, die skouspelachtige wit woestijn van Egypte. Ons mikpunt, die Citadel in Alexandrië, waar die farao se vuurtoring eens gestaan het. Dit is een lang pad wat voorlê, maar daar is so baie hoogtepunte om na uit te sien. Dit is een reis vol avontuur wat net die donker continent kan bied. Dit is reeds laat die aand toe ons in Cradock aankom. Ons eerste oordagpunt is die prachtige 1820 Setlaarstraatjie met sy tuishuise. Dis ek, dis vriendje,